Hey kijkers van DDG, welkom bij een nieuwe aflevering van Community Craft. We hebben een beacon, we hebben een... Nou, eigenlijk is dat het enige wat we hebben. Oh ja, we hebben een dupliceermachine die niet al dat doet. Heel weird. Je zag het in de vorige aflevering. Ik heb dit vaker gezegd. Jongens, doe deze video een like. We hebben al een tijdje geen 10.000 likes na een dag gehaald. En laten we het gewoon eens een keer met z'n allen proberen. Kom op, 10.000 likes en er is een Skype call met mij. Nou, deze heb ik weggegeven. De winnaar heb ik hier op Skype staan. Ik heb net toegevoegd, hij heeft alleen nog niet geaccepteerd. Dat is schijnbaar een mode om dat niet gelijk te doen. Houdt het een beetje spannend. Maar dit is ja gewoon 5.000 views op 2 video's in een week. Een Minecraft account weg, ja maar dat halen we altijd. Daarom, deze keer heeft gewonnen. Robbie de Keizer. En dat zeg ik zo omdat het een Belgische jongen is. Hij heet Robbeke. En dat vond ik heel grappig, vandaar dat ik het zo uitspreek. Maar gefeliciteerd Robbe. Jij hebt gewonnen, ik heb je op Skype inmiddels en neem even contact met me op, dan krijg je van mij de Minecraft code voor een Minecraft Premium account. En deze is, dat halen we dus niet meer, want het zit aan het einde van de maand. 100.000 views en 15.000 likes, roep al je vrienden bij elkaar, laat ze allemaal liken, laat ze allemaal meerdere keren kijken naar iedereen sturen die ze maar kennen, maakt allemaal niet uit. Want dan kun jij met 5 man, nou ja eigenlijk dus met 4 man, maar totaal 5, met mij hier op DDGHQ. En de lekkere dagje komen gamen. En Milan is er. En Lars is er. En Kai was er. Het is allemaal heel gezellig. En ik ga pizza bestellen. En dan gaan we beginnen met de aflevering. Want de vorige keer heb ik een clone gemaakt van een beacon. Dat betekent dat we er nou dus 2 hebben. Nou, fucking chill. Ik heb hem in mijn energies gedaan. En wij zoeken ergens Etoldier. Waar zit Jurgen? Waar ben je? Ik ben nog bij Wouter thuis, maar ik kom al richting jou. Nee, dan kom ik naar jou. Oh. Want dit heeft een reden waarom ik naar jou toe kom. Jij hebt dit namelijk gemaakt, min of meer, dit huis. Ja, Wouter zegt altijd van, ja, kan ik mooi bouwen, hè. Maar eigenlijk heb jij dit gedaan. Ja, ja en ook die paardenstal. En, maar die is al ontdekt, zag ik. Ja, die is niet zo geheim meer, hoor. Nee, die... Huh? Waar is Rick? Ja, ik wou net zeggen, van de week zag ik Rick erin staan toen ik hier was. Is... Mijn Rick is... Nee! Staat hij bij mij in de schuur, ik hoop het. Oh, hij staat gewoon hier. Wat de hel? Oh, zie je dat? Hij staat gewoon hier. Oké. Okay. Nou, ik wou vandaag eigenlijk iets gaan voorbereiden, Jurgen. En nou, het is leuk dat ik wel met jou kan opnemen, want jij bent een beetje een bouwer en ik niet. ik heb een beacon. En we hebben dan min of meer besloten, nou eigenlijk heb ik dat besloten, maar wij, zeg ik altijd, dat die beacon ongeveer hier moet komen. Dat mag op mijn huis, maar we kunnen hem ook hier bouwen. Echter, voor die beacon hebben we, iemand had het uitgerekend, iets van 300 blokken aan iron nodig die we eronder hangen. Zodat hij de volle power heeft. Nou, ik heb er al 30, we kunnen het ook gaan dupliceren, dus dat iron, dat redden we uiteindelijk wel. Wat vind jij? Gaan wij hier een hele, hele grote vette antenne bovenop maken? Met dus een blok iron eronder, daar moeten we wel iets moois mee doen. Of gaan wij die hier bouwen? Ja, je moet zo'n soort driehoek maken, toch, van die blokken? Een driehoek? Zo'n piramide toch, waar je die beacon in zet? Ik heb geen flauw idee. Weet jij dat ja, of niet? Ik ook niet, daarom vraag ik het. Anders zou je een soort van die soort Maya-tempel kunnen maken van die blokken. Oh, maar dat is geniaal. Ik weet niet of de blokken met elkaar verbonden moeten zijn. Weet je wat? Google is je beste vriend. Jongens, we zijn zo weer. Nou, zijn we weer. We zijn eruit. We hebben de schematics gevonden. Het schijnt dat we, als we 6 beacons willen, en dat willen we uiteindelijk volgens mij, dat wij de meest efficiënte manier om dat te bouwen... is bij... Ik hoor het herrie om me heen. Ja, overal hoor je zombies inderdaad. Fucking maar... creepy. Maar we moeten dus 6 beacons hebben. En dan moeten we 244 blokken voor hebben. Is wat. Ja. Of we maken, omdat we tot nu toe nog oneindig beacons kunnen krijgen... Of we maken hier 1. Want we hebben speed 2. Dat is natuurlijk fucking chill als je hier rondloopt. Ja, inderdaad. En eens even kijken wat hier nog meer staat hoor, want jouw Skype plaatjes. Ja, oké. We hebben speed 2, dat je kunt sneller lopen. Nou, haste hebben we niet zoveel aan, want dan kun je alleen maar meer sneller hakken. Dat hoeft niet in deze omgeving, want dat doen we nee, ja, hier is toch alles al weggehakt. We hebben resistance en resistance 2. Hoeft ook niet, want hoeft niet. Nee. Dan hebben we jump boost, dat is wel vet. Ja, dat is wel handig, ja. En dan hebben we Strength en Strength 2 en Regeneration. Dus eigenlijk hoeft dat niet. Bedenk nee, nou. Klopt. Het hoeft gewoon eigenlijk niet. Alleen het rennen en het springen is wel fijn, zo hier in de, langs de weg. Ja, mijn vraag is echter... Waar die beacons... moeten wij 4 levels maken voor Speed 2? Nee, toch?
Ja, ik zou het echt niet weten met die dingen. Ah, ik ook niet. Google is je beste vriend. Ja, want dan hoef je maar twee bovenop en dan de rest eromheen bouwen, zeg maar. Ik word er helemaal moe van, hey, tot hier. Maar we gaan het even proberen. Ik heb hier dirt. Ga ik even hoe groot zien. Die wordt. Ja, precies. Wat we precies gaan doen. Oké. Ik begin gewoon even met de basics zo. En dit moeten we uiteindelijk dan ergens in de lucht hebben. Mijn idee, ik weet niet wat je ervan vindt, is om net zo hoog als mijn huis, zeg maar, om daar de beacon pas te laten beginnen. Dat is ook veiliger voor mobs en zo. Ja, precies. En dan zeg maar misschien met vier pilaren. Hier zo eentje. En dan hier eentje. Dat het zeg maar aan kettingen hangt zo. Zo'n mooie edelsteen van spul. En dan dat is wel chill. De piramide met ijzer naar beneden. En met gold naar boven en met gold naar beneden. En dat gold is dan volledig useless. Alleen het ziet er wel vet uit. Ja, het ziet er wel vet uit inderdaad. Dan heb je een soort, ja... Ja, toch? Edelsteen hang hier. We hebben een edeldier hier. Okay. Edeldiersteen. Nou, eens even kijken. Onze piramide ziet er wel goed uit. Wat ik begrepen heb, is dat er... dat we er twee moeten plaatsen. Dus dat betekent dat je altijd... Dit heb je sowieso nodig. Maar we moeten vier levels hebben. En dit zijn er, nog maar drie. Shit, ik heb geen dirt meer. Ik heb nog 48. Oh, mooi. Wacht, ik zal de helft even aan jou geven. Zo. Dus we moeten nog... Oh, ja, die twee komen dan in het midden staan. En dan moeten we nog die rand omheen bouwen. Ja, technisch gezien moeten we dus gewoon nog eentje hoger. Wauw. Zo. Ja, dat zijn echt gruwelijk veel blokken hoor, kan je wel voorstellen. Maar het gaat even om de contouren. Zo. En dan willen we er drie. Dus dan moeten we... Zo, zo. En dan zo, zo, zo. Zo. Hier komen ze dan te staan. Ja. En dit is dan zeg maar de layout ervan. Zo groot moet die ongeveer worden. Ja, nou technisch is die nog groter. Want hij zit aan deze kant dan ook nog. Zo. Holy shit. Dat is best wel groot. Zeker als je bedenkt dat dat allemaal iron blocks worden. Ja, is het te doen in deze ruimte of moeten we het toch op mijn huis doen? Nou ja, je wilt hem in de lucht hebben, hè? Ja. Dus dan is het sowieso wel te doen, denk ik. Want in principe, als je kijkt naar deze... Hij past er wel in, alleen dan wordt de kettingen wel lastiger. Dus toch op mijn huis? Op je huis is wel... Ja, dan heb je sowieso nergens last van. Oké. Okay. Ik moet wel dan, even gauw een schep maken, denk ik, hiervoor. Anders duurt het zo lang. Of heb jij een schep bij je? Ja, ik heb nog wel een schep. Oh, jee. Gelukkig. Oké. Okay. Dus, nou oké, okay, dan op mijn huis dan maar, I guess... Dit wordt nog een flinke klus. Als het af is, is het wel heel vet trouwens. Dat wel. Ja, dat wel. Dan zie je het wel vanaf overal eigenlijk wel. Oké. Okay. Ik zal even kijken of er al überhaupt al een trappetje omhoog is. Ik denk het niet. Want ik heb het dak mooi afgesloten zoals het hoort. Zo. Maar dat geeft niet. Dan maken we gewoon een trap. Dat doen we hier. Zo. Hoppakee. Oh, dan moet ik een ladder hebben. Hebben we ook wel ergens volgens mij. Hey, maar even voor de mensen die jou helemaal niet kennen. Want ik begin zo bij een aflevering met jou aan het doen. Alsof ik je al jaren ken. vertel eens even wat kort over jezelf. Hoe kennen wij elkaar? Waarom zit je op de server? Wat doe je allemaal nog meer? Vertel. Nou ja, ik zit op de server vanwege een hele aardige dodo. Oh, er staan hier fucking beesten op mijn dak, man. Jezus. Nee, een heks. En een... Ja, een heks. Ga weg. Een heks? Oh ja, die spannen, ja, hè? Ja, komt-ie. Vangen. Oh, wauw. Nou, hij heeft het niet overleefd helaas. Ik merk het. Dat is kut voor hem. Ik ga wat eten. Maar we zijn op het dak, in ieder geval. Ja, ik kom er ook aan. Ja, ik ga eraan, ondertussen. Maar als ik er dan aan ga, dan ben ik blij dat het op mijn eigen dak gebeurt. Ah, half hartje. Heerlijk, ik heb het overleefd. Voor mij overleef je altijd met een half hartje. Dit huis, moeten we dan eerst opmeten? Of moeten we eerst bepalen waar dat ding komt in het midden? Ja, ik denk dat we even die layout weer een beetje, okay, in ieder geval de buitenste laag uitstippelen. Dat is echt jouw ding, hè? Dat is niet mijn ding dit. Dus als jij dat zou willen bekijken, dat zou heel chill zijn. Want we willen natuurlijk wel dat die ongeveer in het midden. Ja, al is dat natuurlijk lastig, omdat het aantal. Ik heb het liefst dat hij in het midden is met dit blok, zo, deze. Ja, weet je wat lastig is?
De beacons zijn een even aantal en het gebouw is aan oneven stukken opgebouwd. Dus er is, dan, zeg dan maar... Dan zetten we er gewoon drie neer. Of ja, precies, of, want het is één middelpunt. En dan ja, zou je... of we doen het daarheen. En we doen het daarheen. Dat kost iets meer bloks. Alleen, ja, zolang we die duplicator hebben... moeten we echt eindigen met fucking 1000 iron blocks of zo. Want dat, ja, het kost veel werk, maar dat moeten we eigenlijk ja. Ja, maar dat maakt niet uit. Dan zou je er altijd nog een derde eventueel in kunnen zetten. Regeneration of zo. Ja, omdat het kan. Heeft ja, iets gewoon dat voor het beter uitkwam. Oké, okay, nou, maar dan doen we dit. Oké, en nu? Wat is dan het plan de campagne? Eerst omhoog werken? Ik ga even de deur halen. Ik ben ik denk dat we eerst even moeten gaan kijken waar we ongeveer die piramide willen hebben. Ja. Want dan kunnen we de mooie punt nog ondermaken. Voor mij was je halverwege nog bezig met je gesprek voordat ik jou in de reden viel dat ik in één keer allemaal... dat jij de heksgeerde aanvalde. Dus ga verder met het verhaal. Nou ja, Wouter die heeft me dus toegelaten. Vooral omdat hij hulp nodig had met zijn Dodo Mansion. Wouter is lui. Nou ja, ik vind het niet erg. Dan kan ik lekker hiermee survivalen. Dat is ook leuk. Dat is waar. Nee, maar zo ben ik er terecht gekomen. En ja. Wouter die kent mij natuurlijk van Nieuw Fenrin. Waar ik naartoe ben gegaan na een hele leuke tijd bij Ljocht. Ja, en jij bent ook niet te vergeten. Jij bent Etoldier van ook de DDG-server. Daar kennen mensen jou misschien ook van. Misschien. Ja, misschien wel. Ik weet het ik niet. Ik ben geen mod, maar ik ben er wel af en toe. Oh, sla dat blokje zand weg. Ik moet erop. Oh, ik zal een opening houden voor je. Dank u. Oké. Okay. Ja, nee, dat klopt. Je bent helemaal geen mod. Geen tijd voor. Geen zin in. Ja, nee, het is meer van, ja, ik heb geen tijd om dat ook nog eens erbij te doen naast Firefrost en alles. Dus nee, dan... Dat is wel waar, ja. Ik hoef niet, ik ben niet zo iemand die dan de rang wil voor de rang zelf, zeg maar. Nee, ik snap je punt. Hoe hoog gaan we maken? Ik denk dat als we hier de piramide maken, dat we, zeg maar, hoog genoeg zijn dat er een mooie punt onder kan. Oké. Dus... even kijken wat logisch is. Als je ze zegt van we doen er daarheen en we doen er daarheen, daar, daar en daar. Dan moet hij dus nog eentje breder, zo. Anders heb je geen piramidevorm. Correct toch? Of niet? Ja, klopt. Ja. Ja. Oké, zo. En dan doen we... Dat is echt zwaar inefficiënt om te doen. Maar hier... wat? Hier komt de beacon en daar komt de beacon. En daar komt de beacon, ja. Oké, nou, let's bouw het af, denk ik. Dan, dan hebben we in ieder geval een... Oh, weergoden. Alsjeblieft, stop met regenen, weergoden. Oh, dankjewel. Wat spontaan van jullie, weergoden. Zo. Nee, ja, we moeten, gewoon even een platformpje bouwen. Ja, laag 1 hebben we nou eigenlijk, en dus dan laag 2. Zo. En dan moeten we... Oh, laag 3 is wat lastiger nou. Oh, wacht, nee, we kunnen via de trap natuurlijk. Slim. Oh, dat was niet gelukt. Ik mag wel, ik sta achter je, boven je. Komt goed. Ja, ik ben Dodo gewend, hè, dus... Die laat ook andere mensen de klusjes doen? Nou ja, die was niet eens online. Dan was het meer van, hey, je huis is af, succes. Hij is zoiets van, ja, dat heb ik gezien. Elke keer dat ik opnam, waren vorderingen. Ja, klopt. Nee, maar ik heb wel gelukkig vaak mee mogen doen bij Wouter, dus... Ja, tof. Ik had lek. Nee, nou niet meer. Heb ik soms op deze server? Ook alleen op deze server? Komt dat door die snapshot? Of wat is dat? Ja, ik heb geen idee, maar ik weet wel wat je bedoelt. Af en toe heb je echt hele random lag spikes, zeg maar. Ja. En het is ook niet altijd dat je... Kijk, soms is het hier in het centrum, dan is het nog wat te begrijpen. Maar af en toe is het ook gewoon... Of niet eens op zo'n drukke plek of misschien zo. Misschien komt het ook wel gewoon omdat het op zo'n zo'n biome is, hè? Die, ja, dat kan wel. Ja, misschien... Ja, dat denk ik. Oké, we hebben laag 3. Hartstikke mooi. Oké, ik heb hier weer het randje gebouwd. Dus als het goed is, kan je er nou weer bij. Oh. Ja, dat was hem. Zo, kijk. Hoppakee. Zo. Prachtige tempel. Dit is dan gewoon meer eigenlijk even voor waar we uiteindelijk de iron blocks moeten doen. Ja, precies. En dan kunnen we daarna de vorm gaan bepalen van waar die pilaren komen. Als we dat al kunnen doen, als er daar ruimte voor is. En ja, dan even kijken wat we eronder gaan hangen van het een of ander. Misschien obsidian eronder of zo. Of gold blocks. Iets. Ik weet nog niet. Iets vets. Mooie combi maken. Ja, maar de bovenkant wordt iron. Maar ja, weet je wat past daarbij? Heb jij een idee?
Ik denk dat je toch wel uitkomt op of goud of diamond of emerald of zoiets. Want dat is natuurlijk ziet er ook een beetje hetzelfde uit qua bloks. Obsidian Holy zou op shit. zich nog wel kunnen. Dit is echt huge. Ja, oh wauw. We kunnen niet eens een grote spijker onder nou. Holy damn. Oké, maar ja, dit is hem dan. Gaan we er echt. Gaan we er nog een mooie vorm aan geven? Dat we zeggen, we maken hem toch wat ronder dan nodig is, of niet? Anders wordt het misschien echt zo'n pakje boter idee, weet je? Ja, nou, het is echt net als je huis een hoedje krijgt of zo. Ja, wat gaan we doen? Want het is natuurlijk niet heel moeilijk, als ik het zo bekijk, om er een rondje van te maken, volgens mij. Kijk, als je. Nee, ja, als je inderdaad wat extra toevoegt, gewoon aan de zijkanten, aan die onderste laag, Ja, dan maar heb je hem zo rond. dat begint al hier. Als je hier er al drie bij zet. Zo. En dan zet je er. Ja, precies. Als je dat gewoon elke keer bij elke laag iets erbij zet, dan heb je zo wat ronder. Ja, maar ja, jij bent daar beter in wanneer het nou echt goed rond is en wanneer niet. Want doen we het nou wel goed? Oh ja, we doen hetzelfde. Ja, als je gewoon elke keer eentje meer toevoegt, zeg maar, dan heb je al een redelijk ronde vorm. Zover het in Minecraft lukt. Oh zo. Die Oh, moet wow. dan. Zo. Ja. Ongeveer. Ja, Zoiets. zou dit mooier zijn of niet? Ik weet niet, wordt hij wel nog groter? Ja, dat is wel waar. Dus dan is het misschien wel lastig om er nog, zeg maar, iets onder te bouwen. Zonder dat het in je huis uitkomt. Of dan moet hij dus misschien gewoon hoger. Ja, ik denk het. Als we hem zo rond willen, want op zich een ronde vorm is wel vet. Dat is wel makkelijk om een soort edelsteen van te maken. Maar dan moet hij wel een stuk hoger, denk ik. Want als je nou kijkt, als er nou een punt onder moet gaan maken vanaf die zijkant, dan zit je al snel in je huis. Weet je wat we dat we gewoon kunnen gaan doen? Als we nou gewoon eerst het design ontwerpen. Want ik weet dat heel veel mensen ons hebben zitten duplicaten. Echt no life de afgelopen dagen. Ik weet niet of we er letterlijk 200 hebben. Maar ik heb zelf al 30, 40 en zoveel heb ik het niet eens zitten duplicaten. Dus ik kan even rondkijken of mensen al gedoneerd hebben. En dus nooit trek het gewoon uit de fucking kist van bij mensen. Of het al redden, zeg maar. Maar als jij eens kan bekijken met dirt of met wat dan ook. Wat nou een mooi ontwerp is. Ja. Dan vind ik het prima. Want wat je ook hebt is zo'n smaragd, weet je wel. Zo'n. Nee, geen smaragd. Dat heet een briljant. Ja, dat is het. Het is een briljant. Die ziet eruit als. Ja. Oké. Ik gooi even een item neer. En die lijkt er wel wat op. Zo. Als dit ding, wat hij op de grond legt. Maar dan omgedraaid. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat Dat er kunnen we. mooi zo'n scherp punt aan zit aan de Ja, onderkant. dat kunnen we ook doen. En dat kost minder bloks natuurlijk, uiteindelijk. Ja, want dan hoef je de onderkant is maar heel dun. Dus dat is makkelijk. Is dat een En dan, idee? ja, ik denk dat dat wel goed te doen is. Want dan hoef je eigenlijk alleen maar wat extra iron aan de bovenkant te doen. En die onderkant is dan niet zo heel veel materiaal. Oké, we hebben hier dus oneven en we hebben hier ook oneven. Als jij hem dan zo zou kunnen maken dat je er uiteindelijk vier dingen op kwijt kan bovenop, dat zou heel chill zijn. Dat is logischer als twee, want dan is hij ook symmetrisch. Vier, ja, nee, vier komt nog niet echt uit, want je Niet. hebt oneven aantal. Dus kijk, wat we nu hebben gedaan is drie, dan komt hij uit. Ja, maar dan is hij Per niet dak. symmetrisch. Wat Ja, ik in feite dat bedoel is is dat waar. je hem eigenlijk maakt voor 9. Dat de bovenste 5 bij 5 is, zeg maar. En Oh, dan kun je er 4 op zetten, of 5, of ja, dat klopt. Nee, dan 1. kan je er wat meer. Ja, het is niet efficiënt, maar ik denk dat ik die blokken wel bij elkaar krijg. Is dat een idee? Ja, en een stuk hoger, dan moet het lukken. Ja, een heel stuk hoger. Misschien moet je wel 15 blokken hoger gaan dan. Maar ja, weet je, Ja, want het is best wel een groot ding nog. het is het waard, denk Ja, ik. als het eigenlijk af is, dan is het zeker waard. Ik vind het vet. Hey jongens, even tussendoor, naar richting de kijkers. Ik heb natuurlijk de vorige afleveringen met Wouter gezeten en hij ging naar de maan. We hebben inmiddels de maanbasis hebben wij gevonden. We zijn al een paar dingetjes voor Wouter aan het neerzetten. En dat betekent ook gewoon dat als hij niet van de maan afkomt, dat hij ook gewoon niet meer op Community Craft mag. We zetten gewoon
zeg maar, zijn hele character, die lokken we gewoon op de maan. En als hij daar niet afkomt, dan komt hij geen enkele andere server meer. Dat vonden wij wel een leuk idee. Heb jij nou nog een leuke opdracht voor Wouter? Dan laat even in de reacties achter wat hij daar zou moeten doen voordat hij er weer af mag, bijvoorbeeld. En dan gaan wij dat even zo... Dit wordt echt een minigame in een game, zeg maar. Gewoon, wat moet Wouter doen op de maan om nog weer mee te mogen doen? Want hij heeft het gezegd, 10.000 likes, en dat hebben jullie toen gehaald. En hij gaat op de maan. Nou, die zit... Oh, de maan is er nou niet, maar die zit daar straks ergens. Dus dat is fucking ver. En ik heb een beetje jullie hulp nodig om echt iets heel erg origineels en leuks te verzinnen voor Wouter. Dus laat het even in de reacties achter. En ik ben echt heel erg benieuwd. Wat vind jij, Jurgen? Wat moet Wouter doen op de maan? Ik sowieso iets voor ons meenemen, lijkt me. Want het is wel community gevoel natuurlijk. Kan niet met lege handen thuiskomen als hij daar is geweest. Nee, mee eens. Hey, ben je aan het vliegen? Nee, ik sta dat ding op de hoogte. Als ik kon vliegen, dan was dit een stuk veiliger. Wat? Die server is echt fucking weird, joh. Het lijkt alsof je vliegt. Ik weet ook nog niet hoe ik hier zo meteen van naar beneden kom. Oh, wauw. Dat ding moest gewoon laden, man. Oké. Okay. Nee, dat is een tweede. Moet ik een trapje voor je maken? Dat zou heel fijn zijn. Nou, dan ga ik verder met het trapje. Ik denk nooit zo goed na bij survival. Dan ga ik gewoon omhoog en dan is het zo... Oh ja, ik moet ook nog terug naar beneden eigenlijk. Oh, tot op de laatste trap hebben we het gehaald. Gewoon, wauw. Gewoon jackpot in één keer. Tof. Hey, jongens, ik ga ondertussen even verder met dit hele bouwwerk. En ik ga wat iron zoeken. Dat doen we even in de volgende aflevering. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar Community Craft. Wij gaan dus een beacon hebben met speed 2. Met jump 1 of 2. Weet ik nog niet precies hoe dat werkt. Of ik ze allebei op 2 kan zetten. Ik heb geen flauw idee. En ik zoek nog steeds mensen voor Community Craft. Laten we eerlijk zijn. We hebben nou net Koen op het eiland gezet. Ik mag daar nog niet kijken. Dat doen we pas na een week, heb ik beloofd. Er zijn nog steeds mensen die erbij op moeten. Want het dorp is gewoon nog niet vol. Sommige mensen worden wat inactiever, zeg maar. Er zijn huizen die gewoon best al wel een tijdje niet veranderd zijn. Of die zitten doen nog mee aan community projecten. Wij zoeken actieve mensen die zin hebben om mee te doen. Die mooi kunnen bouwen. Die vooral sociaal zijn. Dus nog belangrijker als mooi bouwen. Dus ben jij dat? Laat het mij ook even weten. Mag ook via Twitter trouwens. Dat pik ik ook nog eens een keer wat mensen uit. Werk soms. En ik wil bij deze even afsluiten. Wou je nog een shout-out doen aan iets, Jurgen? Een website of je moeder of iets. Mag allemaal. Oh ja, website. Nou, biofrost.net. Maar die hebben de meesten al wel ontdekt, hoor. Want we krijgen aardig wat mailtjes over. Mag ik meebouwen met DDG? Ja, precies. Even voor het idee. Biofrost is natuurlijk, die heeft zijn eigen projecten. Maar die doen ook mee aan DDG. Die bouwen de Kingdom Maps, die bouwen de minigames, die bouwen Project Day, Manticore, de Paranoia. Heel erg veel bouwen jullie. Ook als we even gauw een set nodig hebben of zo. Oh ja, dat doen we wel. En het is gewoon een gezellig groepje gasten wat allemaal goed kan bouwen. En jullie hebben inderdaad een website, dat is biofrost.net, waarop jullie eigenlijk mensen aannemen. Daar komt het op neer, toch? Ja, de site is vooral voor dingen aannemen en dan staan er ook de bouwers op. Alleen de site heeft nog wel wat werk nodig voordat het echt is zoals we het willen. Want we willen er ook echt vooral voor het team zelf overzicht maken van waar ze mee kunnen helpen. Oh, dat is echt heel gaaf dat je gewoon kan aanmelden bij een project of zo. Ja, precies. En dan vet. Is het ook veel overzichtelijker. Ja. Want af en toe, omdat we zoveel doen, is het best wel een chaos van wat kan je nou allemaal doen als bouwer. Ja, nee, begrijpelijk. Nou, vet man. Goed, check het dus eventjes, jongens. Biofrost inderdaad. Staat in de beschrijving. Wij gaan even verder met bouwen. En iron jatten van mensen of vinden. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Later.